Ik ben de directeur van dit museum. En dit fotootje hangt bij ons al jaren, hè. Wij zijn wel gek met elkaar, hè. Ik hou van dit schilderij, hè. Als museumdirecteur kun je wel nagaan, natuurlijk, hè. Ik hou van schilderijen. Ik ben altijd één met mijn schilderij, hè. Zijn we één of niet, hè? Hè? Wij zijn één, hè. Beetje voor kopie, hè. Nou, maar ik hou van het, hoor. Wij houden allemaal van elkaar, hoor. Wij zijn gek op elkaar, hoor. Ik heb zelf ook geschilderd. Ik heb zelf jarenlang geschilderd. Ik ben eerst begonnen met landschappen, hoor. Ik heb landschappen geschilderd. Dat was niks. Toen ben ik begonnen met dames en heren te schilderen. Dat ging zo. De ene deur dames, de andere deur heren. Maar dat waren het, hè. Wij krijgen erg veel bezoek hier. Oh, we krijgen zoveel bezoek. Gisteren nog, hè. Gisteren, weet je nog? Gisteren die groep ambtenaren. Hé, hey, zag er een? Die zoekgroep ambtenaren. Hier. Hele groep ambtenaren naar binnen. Maar ja, die vallen niet op tussen die stillevens, hè. Die hebben geen herrie natuurlijk. Ik heb mijn eigen vrouw heb ik ook ontmoet in de kunst. Mijn vrouw zat ook in de kunst. Hè. Die was model voor moderne schilderijen. Oh, ik zie er nog zitten. Er zat zo'n model met 3 kopjes koffie. Voor iedere mond 1, weet je wel. Dat is wel leuk, meid. Nee, ze heeft zelf even schilderijen. Eigenlijk heb ik er ontmoet met carnaval, zou ik eerst zeggen. Met carnaval, hè. We hadden warme carnaval. Waar was paard? Ik zat achterin, zij voorin. Als het andersom was geweest, hadden we nooit hoeven trouwen. Maar ja, dat ging niet. En toch hou ik van schilderen, hoor. Ik hou van schilderij, hè. Hè? Wij zijn gek op elkaar, hè. Ja. Laat ze maar praten, hoor. Hè? Ik vind je goed, hè. Hè. Zijn wij goed met elkaar? Ja. Wij zijn goed met elkaar, hè. Wij wel. Hiernaast ook hebben een zaal vol hangen, want die schilders, dat zijn jongens hoor. Die kennen wat hoor, die jongens hoor. Die kennen wat hoor, die schilders. Hiernaast ook eentje, die maakt van die, van die Vanessaatjes, zal ik maar zeggen. Wij, ja, een zaal vol hebben hangen met Vanessaatjes. Ah, geen gelezen, ze is afgevallen. 7 kilo is afgevallen, hij heeft gelezen. Maar ja, vind je het gek met die dikke benen, dat ken je niet meer. Nee, maar ik vind het, ik hou van, die heb je naast, heb je dus allemaal van die, met die hangen, weet je wel. Maar dat is zo'n serieuze man, die schilder, hè. Die schildert allemaal, maar die gaat s'avonds, neemt hij zijn model mee naar huis, om s'morgens maar vroeg te kunnen beginnen, dat zijn serieuze mensen. Die kun je mee spotten, hè. Dat zijn serieuze mensen. Hé, hey, heb ik al verteld van, weet jij hoe je een Belgische Jehovah-getuige kent, herkende? Die houdt zijn hand tussen de deur. Ja, dat is helemaal. Ja, dat zijn we zo willen doen. Maar als directeur ben je constant ben je bezig om het beste in huis te halen. En nou is het maar eindelijk gelukt. Ik heb in dit museum heb ik een originele Rembrandt en een originele Stradivarius. Het is wat, alleen het jammer is dat dit is de Rembrandt en dat is de Stradivarius. Maar we kennen het goed met elkaar vinden, hoor. We kennen het heel goed met elkaar vinden. Want wij hebben al afgelachen met z'n allen, jongens. Zullen we even pollen even doen? Kom op, pollen even. Kom maar. 2 daar. Ik zal het heel gauw uitleggen aan je. Er staat dus in het schilderij, zit nu een fout in het schilderij. Die mag je eruit halen. En er zijn 3 mensen op van positie veranderd. Zou je kunnen zeggen wie je fout staat in het schilderij, Yvonne? Ik haal hem maar even uit dan. Ik kan hem... Ja, doe maar. Ja, maar haal... Ja. Nee, maar die moet dan goed op de plek gezet worden. Dus hè, begrijp je, die moet je op de plek zetten. Maar er staat nog, er zit een fout in het schilderij nu hoor. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Haal die er maar eerst even uit, die fout, ja. Oh,
Ja, alles heel goed, hè. Ja, er staan er nog meer verkeerd, hoor, jongen. Wie staat er nou niet goed? Nee, dat moeten zij doen. Nou, natuurlijk. Ja. Dus je mag ze zelf hier staan de drie fout goed zetten. Ja. En daar staan de drie fout. Die mag je goed. Hè? Ook drie. Fout. Ieder op de helft, 1 minuut de tijd. Ga je gang. Dat ze weer goed staan. Jij stond hier helemaal. Misschien nog wel een beetje hup eruit. Nee. Hup jij eruit. Allemaal eruit. Nee. Hup wegwezen hier. Nee, joh. Hé, hé, hé. Nee, dat moet je niet. Allemaal eruit. Hup. Allemaal eruit. Zullen jullie allemaal met je? Nee. Nee. Er staan er nu nog twee fout. Wie staat er nog fout? Nee, maar dat moeten zij toch doen? Hier, daar zitten er weer Belgen in schilderijen. Kom, wie is die hond? Hè? Kom, wie is die hond? Wie heeft die hond mee gedaan, hoor? We mogen hier geen honden komen, jongens. Doe nou. Nee, maar dit wordt niks zo, jongens. Nee, je hoort er ook niet. Kom nou eens. Je gaat niet wachten op de schilderij. Dat is een hartstikke dure schilderij. Sorry. Nou, heb je het nou gezien? Is dat klaar? Ja, wat heb je dan? Wat loop je dan nu weer met hem? Ja. Ja, dit is... Ja, zeg. Zal ik doorgaan of niet? Nee, ik ga er niet over. Ik bedoel, we staan klaar. We hebben nog een pendel, we gaan verder, ja? Oh, we moeten nog ergens staan. Ja, wij moeten nog verder op, hè? Ja, maar hoe moet ik dat spel dan afmaken? Ja. Misschien is het leuk als je vragen gaat stellen over Rembrandt. Dat beter. Hoezo? Hoe doet die pokkenhond nou weer? Dat mag niet. Dat gaan jullie weer gedaan, hè? Dat mag toch niet wat je weer doet? Denk door, hoor. Dat is kwaad over worden, hè? Oké, kwaad over worden. Ja, ik kan me voorstellen dat hij daar kwaad over kan worden. Maar wat zal ik nu doen? Wat? Nou, zou wel onder vak kiezen, maar ja. Ik weet het goed gemaakt. Als u, jongens, van jullie naar daar zitten, we doen vragen. Ga maar daar naartoe. Nee, maar ja, ik ook niet. Wat? Ik ook niet. Hij zou weet niks. Ik zou vragen, ik ben André van Duin. Ja. Nou, oké, ja. Stel vragen over mij. Ja. Jongens, dan gaan wij naar de volgende. Oké, zie je, ja, oké.